Ik word gek van die olifantenvrouw. Die moet echt alles kapot maken. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben hier weer, jullie enige echte zeep. In de vorige aflevering hebben we Summon Magic geleerd die een beetje tegenviel, naar mijn mening. En hebben we dus zeg maar gezien dat de olifantenvrouw, de blauwe grote vlek van dit verhaal, dus ook nog eens een keer Limblum heeft aangevallen. We zijn al eerder in Limblum geweest, maar we zien dus dat Limblum behoorlijk toegetakeld is. En hier hebben we zo Snol. Ga jij ons verweren? Ja! Oh echt, ik echt, je bent moedig. Maar serieus, we hebben Black Mages en Edelions. Die blauwe olifant, ik bedoel Queen Brain, die is invincible, onsterfelijk. Ik bedoel serieus, we zetten ze al alleen maar doodbrengen. Nou, kom dan. Hè? Ja, je kunt dus zeg maar gewoon daar willekeurig zeggen wat ze dus willen zeggen. Je kunt hier eventueel rusten, maar dat kost nog steeds 100 gel. Hij is like, oh hey, kijk, alles is vernietigd. Ik wil geld. Nou ja. Als we dus bij Moeden komen, dan hebben we dus zeg maar de brief nog van Serino. En dan kunnen we eindelijk kijken wat er in die brief staat. Ik vloog over een airship over de Red Rose, maar ik zag iets verschrikkelijks. Edelion Odin's power is verschrikkelijk en heeft leren hij helemaal verslagen. Er is nog niet eens meer iets van die stad over. Ja, Brain is scary. Ja, dat kun je wel zeggen. Welke briefje? Oh, er is een brief voor mij. Oh, van Ruby. Je weet wel, nog steeds van het begin. Ik weet waarom dat hij dat de brief blijft schrijven, maar goed. Oh, ik heb echt een verschrikkelijke tijd gehad met acteuren te vinden. Ik ben echt aan het zoeken iedereen die op dit moment kan lezen. Wat was zijn naam? Van Limblum? Ik weet niet. Misschien neem ik hem wel. Ik bedoel, ik wil hem naar mijn mini-theater krijgen. Ik bedoel, we moeten echt serieus zaken doen. Lowell. Ja, die gast, ja. Oké, nou wil jij... Oh, je hebt een brief die je wil naar Moontay. Oké, nou dan gaan wij Moontay daar ook maar eens eventjes opzoeken, natuurlijk. Nou, voor de rest is hier weinig te doen, maar nou, dan moet ik wel weer dolgraag eigenlijk eventjes opzoeken. Maar we kunnen dus heel eventjes gaan kijken wat we hier dus allemaal kunnen vinden. Sowieso is het meeste... Maak het af! Zal ik zijn hoofd verbrijzelen? Of misschien zijn borst? Hey, stop er eens even mee, het is een levend beest. Iets. Wat zei jij daar? Hey. Brain heeft hem geprogrammeerd om te vermoorden, maar het zijn nog steeds levende wezens. Leugens! Deze mogen misschien wel er op een mens uitzien, maar dit is waar zijn killing spree eindigt. Ze mogen misschien alles ze vernietigen alles, als dat ze sloopkegels zijn om gebouwen te breken. Ze weten nog niet eens of ze gemaakt zijn van vlees en bloed. Juist, nou dat was zinloos. Nou, als we dus zeg maar hier naartoe gaan, voor de mensen die het willen weten, we zijn in de business district waar we de vorige keer dus van alles hebben kunnen kopen. En alles ligt dus behoorlijk in puin en hier hebben we weer zo'n Alexandria. Een luchtschip is uit de hemel gevallen en heeft bijna geraakt. Gelukkig was het alleen maar een kleine cargo ship. Gelukkig ben je niet geraakt, kun je beter zeggen, maar goed. We hebben dus overal van die black mages hier liggen. Creepy. En deze kant is totaal geblokkeerd en we kunnen hier nog wel naar binnen toe, maar ik denk niet dat er hier iets te vinden is. Ah ja, dan ga je iets zeggen. Oorlog, dat is zo primitief. Oftewel 1945 of zoiets, weet ik wel, iets in die trend. Nou, we kunnen hier in ieder geval gratis Phoenix Vinion pakken, wat altijd handig is. Want die kunnen we weer verkopen voor extra geld. En we hebben hier een Ether. En leuk. Oké, nou die hebben we weer gratis van niks gekregen. We kunnen wel met iedereen gaan babbelen, maar het is op dit moment heel erg zinloos. Want ja, iedereen die heeft er gewoon een hekel aan Alexandria op dit moment. Dus ja, dat schiet niet echt op. En als we hier dan komen... Oh. De industrie district is helemaal weg. En de business en theater district zijn ook in puin. Oké. We zoeken alle soldaten die we kunnen vinden voor het herbouwen. We moeten de burgers en levens weer op hun rails krijgen. Jawel, meneer. Oh, Martia! Prinses Garnet, meester Seppi. Ik ben blij dat ik jullie allebei hier vrolijk zie. Waar is shit? Is Regent safe? Jawel, prinses. De kasteel is gespaard. Regent zit leef nog. Oh, gelukkig. Ik zal jullie eventjes naar hem toe brengen. Maar ik wou eigenlijk shoppen. So not fair. Prinses Garnet is terug. Om shit! Garnet, ik dacht dat Brain jouw gevaar had genomen. Zeepie
heeft me gered. En wat is er met je stem? Ja, dat heeft te maken met dat ik een zak ben of zo. Ik weet niet precies wat het werkt. Maar het maakt niet uit. Dankjewel, Slijpiel. Maar Wilma B, Leroy G. Wilma B, Leroy G, la 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 la. En Beatrix. Oké. Hoe lef, we waren achtergebleven. Ik... Ah, de herinnering zeg nog op Beatrix. Hè? Dat is wel zo blij dat ze aan zijn kant staat. Maar ik denk niet dat je iets hebt om daar eigenlijk je zorgen over te maken. Ik denk het ook niet, Zelda. Die komen wel goed. Ik bedoel, serieus, we waren bij Pinnacle Rocks in plaats van Treno, maar... ze zullen wel in orde zijn. Ik bedoel, serieus, ze zegt eigenlijk... Pinnacle? Heb je de Gardens gereden of zo? Hoe wist jij dat? Het is mijn zaak om te weten hoe dat mijn land weer omringd is door verschillende manieren van vervoersmiddel, weet je wel? Hoe dan ook. Misschien kijk ik niet goed uit mijn doppen, maar goed. Perrin was achter de Edelions. Dat is het enigste wat ik weet. Maar ik heb de krachten van de Edelions onderschat. Misschien ben ik wel verdoemd om vervloekt te zijn met het lichaam. Nou, ik ben in ieder geval blij dat je hebt overgegeven. Ik bedoel, serieus. Clara die had dat niet gedaan en daar is niks meer van over. Wat moet ik zeggen? Wat kan ik doen? Hé, hey, we hebben hier eentje leven! Kijk uit, het zal misschien aanvallen. Hé, hey, deze is misschien kleiner dan de andere. Hé, hey, laat me los, ik ben er niet meer van hun. Waarom ben je nog gekleed als een Black Mage? Oh nee, dat zal wel... Oh, oh, oh. Hé, hey, wees een beetje lief tegen hem. We hebben een Alexandrian soldaat in gevangenschap genomen. Ik heb net gezegd... Zullen we het geven aan Alexandria? Onkel Sid? Laat hem los! Master Towler is absoluut geen Alexandrian soldaat. Het is alleen maar een vermomming om de vijand te misleiden. Oh, ik snap. Mijn excuses. Juist. En zeker dat jij je excuses aan moet bieden. Op je knietjes, verdorie! After you scrubbed all the floors in Limblum, then we can talk about excuses. Take him away. Oké, sorry. Ik heb wat meer informatie kunnen verzamelen over de blauwe olifant. Oh. Een wapenhandelaar genaamd Kuja zit achter alle aanvallen die nou zeg maar plaatsvinden. Kuja is breed met allerlei verschillende soorten hoog magiewapens aan het voorzien. Mijn moeder aan het voorzien met wapens? Ja, de Black Mage Soldiers zijn een van die wapens. Blijkbaar gaan er een ooggetuige in Treno. Kuja is verschenen vanuit het noordere luchtgebied op een zilverdraak. Hé, dat is die gast die ik heb gezien in Bemusia. Hij kwam van de Outer Continent af. De Outer Continent? Ja, er zijn meer onbezochte plaatsen in de wereld. Ik bedoel, de Outer Continent is een extra groot landgebied, zeg maar, dat zit noord van onze mistcontinent. Dus ja, net zoals wat we hier hebben in onze wereld, hebben we ook verschillende continenten. Maar het meeste is daar wel van onderzocht. Maar goed. Ik geloof dat Kutja een van de wapens, de enigste is die de olifantenvrouw met wapens, geeft. De man die ik zag in het kasteel zal wel Kutja zijn geweest. Hij moet wel degene zijn die mijn moeder helemaal aan het veranderen is. Als wij Kuja verslaan, als wij Kuja vernietigen. Juist. Jullie snappen het allebei eigenlijk best wel snel. Als we Kuja verslaan, dan Brain krijgt geen wapens meer en dat zal onze cue zijn voor een counteraanval. Maar ja, Brain op dit moment zal alleen maar zorgen voor meer casualties. Oftewel, casualties voor meer rampen, voor dat soort dingen, weet ik veel. Mijn Engels is vandaag heel erg slecht, ik weet ook niet waarom. Maar goed, als wij dus de source of evil, de bron van het kwaad, vernietigen, dus kapotstampen. Yep. Kutja zal dan andere cliënten zoeken als we zelf Brain verslaan. Dus ja, we moeten achter Kutja aan. Ik zal geen excuses maken voor mijn moeders gedrag. Maar ik zal Kutja nooit vergeven om daar even misbruik van te maken. Maar eerst moeten we naar Leroy G en anderen. Ik ben bang dat we geen soldaten meer kunnen missen. Ik ben al serieus. Ze moeten hier blijven om onze burgers te beschermen. Hé hey Zelda, ik bedoel jou... Serieus, ik zeg net. Ze zullen in orde zijn. De beste drakenridder van Bemusia en de
vrouwelijke generaal van Alexandria. En Roesbach. Hoe konden ze verliezen? Ik bedoel, serieus. Hij wappert één keer. Al de roesten spat alle kanten op. Vijanden worden blind. Die ene snol die onverslaanbaar was voor ons, maar nou in één keer heel erg kwetsbaar is. Die neemt daar misbruik van en die slaat dan met een zwaard. En dan hebben we dus zeg maar de drakenrijd. En die gaat dan riverdansen over op hun lijken. Niks aan het handje. Alles gaat goed komen. En ik bedoel, serieus. Ik ben er om jou te beschermen. Hoezo improvisatie lulverhaaltjes? Maar dat maakt niet uit. Dan gaan we op zoek naar Kuja. Lijkt me een goed idee. Ik wil ook mee. Ik bedoel, er is hier geen plaats voor mij. Oké. Laten we Kuja zijn kont schuppen. Een paar schuppen onder zijn reet geven, dat zal wel goed werken. Kun jij de snelste airship geven in Limblum? Luchtschepen kunnen alleen maar vliegen waar de mist is. En de mist, verschijnt alleen maar op dit continent. Kom. Dat betekent dat je dus niet, zeg maar, de oceaan kan overvliegen met een luchtschip. Maar die nieuwe luchtschip die kon vliegen zonder mist. Die is nog niet klaar. En trouwens, hij zit onder de blauwe olifant van controle. Serieus, Brain heeft ons twee condities gegeven om over te geven en ons te laten leven. Eén was het overgeven van de nieuwe airship. En de andere was om eventjes de Falcon Claw over te geven. Fijn. Dus het luchtschip, dat kan ik wel begrijpen. Maar wat wil ze met een stukje steen? Ik heb geen idee. Oké, dan nemen we wel een boot. Dat is ook geen optie. Ik bedoel, serieus. Harbor is ook zo gegijzeld. Oh, serieus. Wat wil je dat we gaan doen? Zwemmen naartoe of zo? Er is een manier. Nou, dan ben ik benieuwd. Er is een oude evacuatieplek, zeg maar, vlakbij het, het moeras van Noord. Oh, dat is waar we Erwin hebben ontmoet. Monsters die niet, zeg maar, onze continent zijn, blijken daar nogal, zeg maar, vaak te komen bij het kamp daar. Dus ja. De god die daar ooit was, die is, blijkt te leiden naar een ander continent. Zal de grot ons leiden naar het oude continent? Nou, het klinkt niet echt heel erg aanmoedigend. Weet je het zeker? Ik weet het niet zeker. Nou, weet je wat? Ik denk dat we er maar alleen maar uit kunnen komen door te gaan kijken. Ik bedoel, niet weten is maar de helft van de lol, of niet? Alsjeblieft, bescherm prinses Garnet. Wij zorgen wel voor de counterattack ondertussen. Heel erg stiekem. Het is niet veel. Maar gebruik dit om eventjes je journey te voortbereiden. En we krijgen dus gratis geld. Ik wacht hier, zeep. Wil je mijn spul ook kopen? Ja, dat lijkt me waarschijnlijk wel een goed idee. Ik bedoel, serieus, iedereen schrikt nogal van je uiterlijk. Omdat de olifantenvrouw die heeft iedereen van die namaken gemaakt, zeg maar, van jou. Dus, maar goed. Luister. Limblum is van Alexandria, dus je zult hier niet eventjes een tijdje terugkomen. Dus zorg ervoor dat je goed hebt je eigen voorbereid. Oké, nou we kunnen dus zeg maar nou niet gebruik maken van de taxis om naar andere gebieden toe te gaan. Dus dit is onze enigste mogelijkheid om nou eventjes een shopping spree te hebben. Op het moment dat wij hier naar binnen gaan, kunnen we dus wapens kopen die dus geüpdate zijn. Als we deze gast hebben. Ik zou gaan te denken om een nieuw zwaard te kopen. Maar alles is zo duur. Ik vraag me af of hij me misschien korting kan geven. En dat we met deze gast praten. Ik heb de prijs verhoogd omdat ik niet hun iets wil verkopen. Maar ik geef jou wel korting. Met die korting bedoelt hij eigenlijk zeg maar dat wij de gewone normale prijs moeten betalen. De reden waarom dat wij de normale prijs hebben en ja, hij zegt daarover korting is omdat hij de prijzen heeft verhoogd. En wij krijgen dus zeg maar alles mee voor de gewone prijs. Nou, we hebben hier dus zeg maar een ijsbrand. Dit is een nieuw... Volgens mij had hij... Ik weet niet of die al geëquipt was. Die is zeker nieuw. Flamestaff hebben we genoeg. Ice staff hebben we genoeg. Lightning staff hebben we natuurlijk ook genoeg. Even kijken. Want we willen dus zeg maar alle equipment die we dus zeg maar niet hebben. Die willen we kopen. En we willen natuurlijk ook weer heel eventjes gaan kijken of we nieuwe dingen kunnen maken. Magehead. Daar wil ik wat twee van hebben. Mithril helm. Daar wil ik eentje van hebben. Zulke shirt hebben we genoeg. Eventjes nieuwe shirt. Oké, ik denk dat we hier wel van genoeg hebben. Het allerbelangrijkste is dus zeg maar dat we heel eventjes naar de Synth Shop gaan. Om dus zeg maar wapens te combineren met elkaar. Tegen vergoeding van geld, want alles gaat natuurlijk hier met geld en alles. Dus daar word je nogal niet vrolijk van. Oké, nou dan gaan we dus heel even kijken wat ze nou dus hebben. Ze hebben nou de Exploda voor ons.
Een exploder die zorgt ervoor dat we dus zeg maar een damage boost krijgen en waarschijnlijk weer nieuwe stuff kunnen leren. Dus de exploder willen we zeker kopen, die is sterker. En dan zie ik dat ik geen mage masters meer heb, dus die moet ik daar wel eentje even bij kopen. Kottenrope hebben we genoeg, silkrope, daar hebben we bandanas voor nodig, dus daar kan ik even nog een bandana extra kopen. Desert boots die hebben we, yellow scarf die hebben we niet. Laat ik er daar 2 van kopen. Glass buckle hebben we er eentje. Hier hebben we een. Coral ring, ja dat klopt, daar hadden we de lightning staff voor nodig. Cold choker die hebben we. Magician shoes. Volgens mij hadden we er daar eentje, maar dat weet ik niet zeker. Ik ga nog eentje kopen. Beretten die wil ik zeker eentje kopen. Power belt, chainmail hebben we daarvoor nodig. Oké, kunnen we die kopen bij die andere shop? Want dan moeten we even een paar keer op en neer lopen. Dus ik moet eventjes kijken wat ik dus niet in stok heb. Sowieso de chainmail, die moet ik hebben. Want ja, later heb je dus zeg maar al die wapens sowieso nodig. Dus ik moet eventjes meer op praten, babbel. Gast. Oké, dus even kijken hoor. Chainmail. Ja, die hebben wij dus niet meer op voorraad. Laat ik er dan 2 even kopen. Mithril armor, die hebben we nou eentje op voorraad. Even kijken, wat hebben we nou niet meer op voorraad. Een bandana, die weet ik dat ik eentje moest kopen. Want 2 hebben we geëquipt. Daar hebben we de 2 van geëquipt. Maar ik dacht niet dat we die nog nodig zouden hebben. Dat zijn de leather. Hoe zat ik met mutsen? Ja, daar hebben we er ook nog genoeg van. Daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Oké, ik denk dat we genoeg materiaal... Oh ja, de mate matcher wou ik nog eentje kopen. Want daar had ik er geen meer van. Dus die wil ik nog even eentje snel kopen. Mochten we die zeg maar nodig hebben voor een nieuw wapen. Ik weet dat we spenderen veel meer geld dan wat we eigenlijk hebben gekregen. Want van 3000 krijg je bijna eigenlijk geen ene drol. Dus, maar ja, we hebben in ieder geval genoeg geld opgespaard. Dus we kunnen op zich eigenlijk wel ons eigenlijk helemaal losgaan. Oké, we hebben de exploder. Silk rope, ja, die wouden we zeker eentje kopen. En dan moeten we dus even kijken. Hebben wij hier nou alles? Ja, behalve de power belt. En die moesten we eentje nog hebben. Poep. Oké. Nou, dan gaan we dus heel eventjes bij onze equipment heel eventjes gelijk kijken wat we dus allemaal nieuw kunnen hebben. Nou, sowieso kunnen we dus nou de Exploda. Die zorgt voor Sacrifice en Lucky 7. Lucky 7 is een reference naar Final Fantasy 7, voor de mensen die daar niet bij weten. We hebben hier een nieuwe hoede, daar ben jij nog aan het leren, die ben ik jij nog aan het leren. Hebben we hier iets wat jij kan gebruiken? Clear-headed, MP plus 10, Yellow Scarf en MP Attack en Counter. Die is eigenlijk best wel goed voor jou. Oké, die pakken we dus heel eventjes. Voor jou kunnen we nou dus zeg maar blind en stona. Ja, die hebben we sowieso even nou nodig. De mage head die zorgt voor love mode. Dat countert silence. Dat is heel erg handig. Ja, mithril armor die zorgt voor een betere stat voor jou. Even kijken. Love mode ben je al aan het leren. Auto potion... Ja, laten we autopotion doen. En jij bent Ramuda nog aan het leren. En ja, de Towler hebben we nou op dit moment nog niet bij ons. Dus daar moeten we nog heel even mee wachten. Maar Love Mouth is zeker iets wat we dus zeg maar willen equippen. Want ja, zij gebruikt nogal spreuken. En als zij de silence heeft, kunnen ze geen spreuken meer gebruiken. En dat zal heel erg vervelend zijn. Autopotion is bij haar absoluut niet nodig. Maar het is gewoon dan, ja... Ik zou niet weten waarom dat je die wel eigenlijk zou willen hebben. Geen mist, dat is handig als je potions zou willen gebruiken. Als er iemand in één keer heel erg veel HP nodig heeft. Dus die laat ik zeker nog even aanstaan. En tot ze niet zou kunnen slapen. Ja, er komt later een baasgevecht aan. Waar ik hem misschien zal equippen. Ik weet het nog niet zeker. Ik moet wel even kijken hoe dat de stand van zaken gaat. Nou. Ik denk, oh ja, we moeten met die gast praten hier als we klaar waren. Nog heel eventjes snel, hoe zitten wij met potions? Want ja, ze heeft niet veel te verkopen, maar potions zitten we nog goed mee. Phoenix Down zitten we nog goed mee. Goed, 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 goed. Ja, tenten gebruik ik niet zoveel, maar die hebben we ook niet echt nodig. Ja, we zijn er klaar voor. Oké. Daar komt Brain. Here she comes to ruin my day. Serieus, waarom zijn ze voedsel aan het laden in plaats van andere waardevolle dingen op het schip? Ik vraag me af of ze alles naar Alexandria gaan brengen. Misschien zijn ze wel bezig met een lange reis. Stop met dat geklets en blijf inladen. Vervloek hun, serieus. Die denken dat ze hier gewoon over ons heen kunnen lopen. We moeten meer stallen, laten we blijven werken. Alexandria heerst nu over deze continent. Wat zouden ze nog meer kunnen overnemen? Wat willen ze eigenlijk? Ik weet het niet. Maar je weet hoe hebberig Brain is.
Nou, dat weten we eigenlijk nou wel, ja, want Clara is overgenomen en Limblum is overgenomen. Dus eigenlijk het hele continent is nou eigenlijk van Alexandria. Ik vraag me af waar we nu naartoe gaan. Ik weet niet of er nog een koninkrijk over is wat een bedreiging voelt voor ons koninkrijk. Ik weet zeker dat koningin Brain wel een plan heeft. We hoeven nergens ons zorgen over te maken. Kom nou, we hebben je hulp nodig. Dus er zijn een paar Limblum soldiers die hebben zichzelf opgesloten in de, ja, in de wachtkamer. Een sneu. Hallo. Nou wil ik heel eventjes naar de wachtkamer om heel eventjes met die Moogle te praten. Als dat überhaupt wel mogelijk is. Nee, ik loop automatisch naar de lift. Oké, is niet mogelijk. Duidelijke taal. Ik vraag me van plan wat Brain van plan is. JP? Moeten we echt naar het andere continent? Hé, hey, wat is er nou? Je zegt net dat je wou gaan. Maar wat als... Wat als er iets gebeurt met jou en de Towler? Ik denk niet dat ik het ga redden, mijn happy. Serieus, maak je je zorgen over mij? Wat? Ik bedoel... een prinses heeft een... De elite wachters nodig, weet je wel. Ja, ik weet niet waar ik naartoe zou moeten zonder jullie. Probeer je me nou neer te zetten als een elite en me een beetje te vleien? Kees, sorry, ik was maar een grapje aan het maken. Maak je geen zorgen, je zult in orde zijn met mij. Ik bedoel, serieus. En wat denk je zelf, Zelda? Ik bedoel, serieus, we weten niks over het andere continent. Ik heb een besluit gemaakt. Maar ik wil mijn moeder namelijk niet dat hij nog meer van die oorlogen en vernielingen aan gaat brengen. Oké dan, ik zal jou wel beschermen en de Towler ook. Dankjewel. En de Towler die zit nou daar zo scherp te schreeuwen. Ik heb jouw bescherming niet nodig. Ik stuur een vuuraanval op je af en dan zal je zien hoe en wat. Zippy, ik ben zo blij dat je hier bent. Je hebt niks gehoord over ons gesprek van net. Towler, waar is Sid? Hij zei... Gok, gok, wacht hier en is ergens naartoe gelopen. Waar zou hij zijn? Oh, kijk, komt hij toevallig aan. Ik heb het gedaan! Wat heb je nou weer gedaan? Ik heb de trolley tussen hier en de Serpent's Gate tegengehouden. Dat zal ze wel leren om mijn kasteel rond te rotzooien. Nou, jullie moeten gaan. Goh. Ik bedoel, De uitvluchtingskant is net een doolhof, dus wees voorzichtig en raak niet verdwaald. En neem dit met je mee. Een stukje rotzooi? Het is tapijt of iets? Jij grote dommer! Dat is niet rotzooi, maar een tapijt. Het is een nationale schat van Limblum. Het is de oude map van de hele wereld. Oh. Dankjewel. Dus we hebben nou de world map gekregen. Nou, dat is altijd heel erg handig. Nou, ga, voordat iemand jullie zou vinden. JP, Towler, alsjeblieft, bescherm Princess Garnet. Oké. Oh shit. Maak je geen zorgen, ik ben sterker dan ik lijk. Nou, ga verdorie. Ik wil proeven deze stem. Ze zullen alle oklopolie uit mijn lichaam proberen te vervangen. Plaats daarop het maar waar ze gevangen zou worden. Dat is wel van de niet. Nou, laten we gaan, Zelda. Hop. Oké. En we krijgen dus nog een ATE. Wok, wok. Oh, in verder. Nou. Ze hebben dus een oglop voor een regent. En sukkels voor soldaten. Waarom duurt het zo lang om de... voorraad te in te laden, echt serieus. Jongens. Jullie twee, hebben jullie niet, ik heb jullie geen toestemming gegeven om te rusten, hè? Ik snap dat dingen nou heel erg langzaam zijn, maar... Alsjeblieft, let wel op dat de volgende missie begint te starten. De machine is, De machine daar is gestopt en de trolley is ook gestopt. Toch? Yep, het maakte dit rare... geluid. Ik wou eigenlijk gaan winkelen voordat we de haven zouden verlaten. Iets gehoord van de uitkijk? Nee mevrouw, niks. Ah, dit zal wel die regent zijn. Serieus, hij ver... Hij ver...
Ik kan niet aan mijn woorden komen, zeg ik. Dus kijk eens. Hij ver... Ja! Opnieuw. Blooper! Hij houdt iets achter. Hé, Jongen, ik moest er even over nadenken. Hij verbergt iets, dat wou ik zeggen, maar ik kwam niet uit mijn woorden, zeg ik. Kom met ons mee, jullie twee. We moeten de regent vinden. Oké, mevrouw. Zijn het allemaal vrouwen of zo, weet ik veel, want het is allemaal yes madam, no, yes sir en al die dingen, dus. Maar goed, hier hebben we dus zeg maar nog een, hier hebben we een mantee. Hey, ik heb een brief voor jou. Oh, het is verschrikkelijk, Kubo. Morkie, vooral het kasteel, die is vermist. Heeft Alexandria misschien gekidnapt, want we hebben de Black Mages hem opgegeten. Ik ben zo ongerust. Ah, echt, er is onrust tussen de Moogles. Jij wil mail, die heb ik je net gegeven. Oké, de grap. Jullie snappen het. Nou kunnen we nog eventueel extra supplies met hem krijgen. Maar we hebben genoeg supplies. En dan willen we wel even kijken wat we de Towler nog kunnen geven. Want sowieso moet hij dus nog zeg maar Pyra en Sleep leren. Maar op dit moment is hij dus nog ten daar aan het leren. Dus kunnen we daar nog niks mee. Dan hebben we hier de Mage Set. En daar kan die Pyra toevallig mee leren. Dus dat scheelt weer. En hij kan daar Loudmouth mee leren. Wat dus zorgt dat hij niet gesilenced zou kunnen worden. Hier kan hij niks mee leren, maar dit zorgt wel voor een stat buff. En voor deze... Eindelijk kan hij ability up leren. Daar ben ik heel erg blij mee. Dan gaat het allemaal een stuk sneller. En hebben we hier nog iets nieuws? Even kijken. 2 daarvan af. 3 daarvan af. Magic defense. Evade. Magic katamo. We geven hem gewoon die. Dat lijkt me wel het makkelijkste. Oké, dus ik heb heel eventjes naar onze equipment screen. En we hebben add status. Ik denk niet dat we die nodig hebben voor deze. Ik ga heel even snel kijken. Nee, dat is gewoon dat Thunder sterker is. Dus add status hebben we niet nodig. Ability up, die hebben we zeker nodig. Want dat zorgt ervoor dat hij sneller zijn dingen gaat leren. Ja, we clear headed nodig. Loudmouth is namelijk eigenlijk heel erg belangrijk voor hem. Prevent sleep. Weet je wel, laten we dat maar gewoon eventjes zo doen. Volgens mij krijgen we geen versteening in de toekomst. Dus kunnen we beter dit dan doen. Oh, het zou fijn zijn als ze allemaal gewoon zeg maar genoeg ability points hebben. Tot we alles zouden kunnen equippen. Maar goed, met dat wil ik het dus laten bij deze aflevering. We hebben nou dus genoeg dingetjes gehad. En we kunnen dus eindelijk weer naar de buitenwereld toe. Dus in de volgende aflevering gaan we richting de swamp. Eerst eventjes kijken of we niks kunnen doen met onze Chocobo Quest. Want dat hebben we ook natuurlijk weer liggen. Waar nu weer wegen voor geopend zijn. Dus dat wil ik sowieso wel eventjes gaan exploren. En misschien dat we ook nog wel even langs het swamp kunnen. Ter nagedachtenis van onze Abbeyer. Echt serieus, waarom is hij niet gewoon op het schip meegegaan? Ik denk jullie voor het kijken. Heb je nog vragen of opmerkingen over deze aflevering? Leukste momentje, laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen te zien bij de volgende onderzoekingsaflevering. Bedankt voor het kijken, jongens. En bedankt voor alle support die jullie mij geven. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering. Dus met dat gezegd te hebben, bedankt voor het kijken, jongens. Doei!